Goedendag. Gisteren steeg het kwik in het binnenland naar 28 zoals 29 graden. Ideaal weer om even het zwembad op te zoeken. Maar vandaag was het toch echt alweer iets minder warm. De stroming was naar het westen gedraaid. Trok in de ochtend een paar buien over. En het zwembad was niet echt de meest ideale plaats. Maar toch denk ik dat het zwembad later deze week, zeker zondag, toch wel weer nodig gaat zijn. Want hele warme lucht komt onze kant op. Maar voor zover het is, moeten we eerst nog door een paar wat wisselvallige en iets koelere dagen. En dat kunnen we ook op de weerkaart zien. Dan beginnen we voor komende nacht. En dan zien we dat de stroming bij ons alweer uit het westen komt. En die warme lucht waar we gisteren nog mee te maken hadden, ligt al ver boven Oost-Europa. En de komende 2 tot 3 dagen verlopen iets wisselvalliger en koeler. Zeker vrijdag hebben we te maken met een paar buien die over het land trekken. Hier zien we het gebeuren. Het stelt allemaal niet zo gek veel voor. Die buien trekken snel door en dan zien we in het weekend dat er een hoge drukgebied opbouwt ten zuiden van ons. En dat hoge drukgebied gaat eigenlijk aan de wandel richting het noorden en zorgt voor echt wel stabieler en zonniger weer. Daarbij zien we ook boven Portugal en Spanje een lage drukgebied opbouwen in hele warme lucht. En dat lage drukgebied, dat moeten we in de gaten houden, want die gaat snel aan de wandel richting de Britse eilanden en zorgt bij ons voor echt wel een hitteopstoot vanaf zondag. Hier zien we het ook gebeuren. Dat hoge drukgebied, dat verplaatst zich richting het noorden. Dat lage drukgebied komt erin, trekt snel richting de Britse eilanden. En dan gaat bij ons eigenlijk de stroming naar het zuiden en is er eigenlijk een soort van snelweg in de lucht open die die warme lucht die je al maandenlang kon opbouwen boven het zuiden van Europa, die kan dan aan onze kant op komen. En dat lage drukgebied, ja, dat zorgt er ook wel weer voor dat het allemaal heel snel gaat. Eigenlijk in de loop van dinsdag en woensdag komen we alweer in koelere lucht. Het is echt een opstoot. En zometeen als we naar de temperatuur op 1500 meter hoogte gaan kijken, zien we dat het ook echt wel van tijdelijke aard is. We zien hier namelijk al dat in de loop van maandag en zeker richting dinsdag de stroming alweer naar het westen draait. En dat die warme lucht waar we in zaten alweer verdreven is. Dus ik denk niet dat dat zomer weer van lange duur is, maar het wordt echt wel even flink warm. Zeker als we de temperatuur op 1500 meter hoogte erbij pakken. Daar mag je over het algemeen 10 tot 15 graden bij optellen, zeker in dit jaargetij. Zien we in eerste instantie nog vrij gematigde temperaturen. Echt wel aangenaam zomerweer hoor, dat is zeker niet koel. Maar die warme lucht die al maandenlang boven het zuiden van Europa ligt, die komt langzaam onze kant op. Hier zien we het geleidelijk aan gebeuren. Die warme lucht boven Spanje, het zuiden van Frankrijk, komt in het loop van het weekend onze kant op. En dan zien we die temperatuur op hoogte snel de lift ingaan. Ik zet hem zo even stop. Ja, hier. Dan zien we dat in de loop van maandag echt die warme lucht via Frankrijk onze kant op komt. En als we er dan 15 graden bij optellen, dan komen we zelfs op tropische waarden van 30. In het zuiden misschien zelfs wel 35 graden uit. In Frankrijk en in Spanje wordt het nog veel warmer. Misschien dat ze in Frankrijk en zeker richting Duitsland op dinsdag ze zelfs waardes van 40 graden gaan halen. Echt bijzonder warm daar. Wij krijgen er waarschijnlijk echt een veeg van mee. Het duurt bij ons maar 2, hooguit 3 dagen. En dan komen we weer opnieuw in die wat gematigdere lucht vanuit het westen. Waardoor het echt wel even flink warm. Die warme bel gaat ook verder aan de wandel. Komt richting Scandinavië uiteindelijk midden volgende week uit. En ook in Zweden en in Finland zou het zomaar eens 30 graden kunnen worden later in de week. Maar bij ons is het dan alweer wat afgekoeld. En op dat scheidingsvlak zullen volgende week een aantal stevige regen- en onweersbuien gaan ontstaan. Boven het Alpengebied, Duitsland en ook Polen. En misschien dat wij daar ook nog wel een vlaag van mee krijgen. Goed, dan gaan we eerst naar het weerbeeld voor vanavond. Dan zien we dat vanavond eigenlijk het ook een best vriendelijke avond is. Er is veel ruimte voor de zon. Later neemt de bewolking vanuit het westen wel toe. Op nadering van een zwakke storing. En komende nacht zou er ook af en toe wat regen kunnen vallen. Maar dan hebben we morgen alweer minder last van die regen. Die trekt snel weg naar Duitsland. En dan komt de zon er geregeld weer bij. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. En eigenlijk is het een hele prima middag. Met temperaturen van 21 tot 24 graden. Maar als we dan wat verder kijken, dan zien we dat na een wat wisselvalligere vrijdag met iets meer buienkansen en iets lagere temperaturen, de temperatuur zaterdag al begint te klimmen. Heel ideaal weer om even naar buiten te gaan, voor buitenactiviteiten. En vanuit het zuiden komt de zon er steeds beter bij. En vanaf zondag is het dan echt wel weer hoogzomers in het land. Een groot deel van het land heeft al met zomerse temperaturen van ruim 25 graden te maken. Alleen het Waddengebied en het uiterste noorden, daar blijft de temperatuur nog iets achter. Maar maandag gaat eigenlijk heel het land, zelfs de Wadden, naar 30 graden. En waarschijnlijk dat het in het zuiden van het land, of misschien zelfs al met geluk, 35 graden kan worden. Nou, noem het geluk. Het is wel behoorlijk warm. En vanaf dinsdag neemt de kans dan weer toe op een paar buien en iets koeler weer. En dat zien we dan ook mooi terug in de temperatuurpluim. Het is echt een hitteopstoot.
die maar 2 of hooguit 3 dagen duurt. We zien nog wel wat onzekerheid op dinsdag en woensdag. Vooral die woensdag is echt nog wel onzeker. Dan zien we namelijk dat de pluim aardig twijfelt tussen temperaturen van maar 22 graden. Of zelfs nog weer even nog een tropische dag erachteraan van 30 graden. Nou, het gemiddelde komt nu net zo rond de 25 graden uit. En daarna zien we die temperatuur toch echt wel naar beneden duiken. En hebben we vaker met temperaturen van 20 tot 25 graden te maken. Dus kortom, een korte hitteopstoot, veel ruimte voor de zon, hoge temperaturen. Maar vanaf zeker woensdag wordt het allemaal weer wat wisselvalliger. En krijgen we te maken met minder warm weer. Ik wens u een fijne dag.